JESSL Griekse INN van der Vaart viert derde verjaardag, zo ziet ze er nu uit. 3 jaar geleden werden Rafael van der Vaart en Estavana Polman de trotse ouders van Jesslyn. Het jarige meisje wordt flink in het zonnetje gezet door de voetballer en handbalster. Gefeliciteerd bijzonder meisje, jij brengt dagelijks liefde en chaos in ons leven, begint Estavana op Instagram. Ik hou van jou kleine prinses, wat gaat de tijd snel, ook Rafael deelt een bijzonder boodschap op sociale media. Jij geeft ons elke dag 1000 redenen om te lachen, fijne derde verjaardag, onze mooie dochter. Ze delen beiden een fotoreeks van hun dochtertje, de jarige Jesslyn wordt overspoeld met felicitaties. Gefeliciteerd, reageert Chantal Jansen, ook Sherida Spitsen en Patrick Kluivert laten een felicitatie achter. Broertje of zusje voor Jesslyn, Rafael en Estavana willen dolgraag een broertje of zusje voor Jesslyn en Damian. Een groot gezin heb ik altijd leuk gevonden, als ik kijk hoe Damian en Jesslyn met elkaar omgaan, maakt me dat zo trots, aldus Rafael. Rafael en Estavana zijn bijna 4 jaar samen, van een huwelijk zal het echter niet komen. Ik zou best willen trouwen, maar het is Estavana die tegen mij roept, je trouwt maar 1 keer en dat huwelijk heb je al verkloot. Om die reden wil ze niet trouwen, dat vind ik humor, eigenlijk zou ik dat moeten zeggen. En misschien heeft ze ook wel gelijk, het huwelijk is slechts een briefje. Het zou niets toevoegen, we hebben een prachtig leven, ook zonder dat ja-woord. 1520 tot 5000, Banam Truyok, Rafael van der Vaart vanaf Estavana Polman, da Trotan CHA met u Okuwa Jesslyn. Koga ISINH nat Duyok Duwa V an Densan Kau Boykau to Bon da vanaf Kau to Bonnem. Chinchak Manko Gai Dak Biet, Ban Mang Ting Je vanaf Suhon Loon